Maaike Hetter, Janne Sigmond, jullie zijn vandaag derde geworden in de B-finale op het EK in Portugal. Op een toernooi waar een aantal van jullie concurrenten van Luzern ontbreken. Canada, Australië, Groot-Brittannië. Is het een goed resultaat dat jullie nu hebben behaald? Nee, het is echt een heel teleurstellend resultaat. Voordat we heen gingen, hadden we wel bedacht dat A-finale sowieso haalbaar moest zijn. En we hadden eigenlijk ook besloten dat we wel gewoon voor de medailles eens een keer wilden gaan. En op basis van Bled en Luzern had dat er ook in moeten zitten. En is het dan frustratie die je wegwerkt in een B-finale? Of probeer je nog iets goed te maken? Ja, niet zozeer frustratie. Je wilt natuurlijk jezelf ook niets kunnen verwijten. Dus je wil ook gewoon tot de laatste haal alles ervan maken wat er van te maken valt. Natuurlijk was het voor ons echt enorm teleurstellend dat we in de B-finale moesten roeien. Maar ik denk dat we wel geprobeerd hebben om daar in ieder geval nog een zo goed mogelijke race neer te zetten. Om toch wel met een beetje een voldaan gevoel naar huis te gaan. Hoewel dat wel moeilijk is. Want we zagen in het raceverloop, jullie lagen eerste op de 500 meter, 1000 meter, 1500 meter. Wat gebeurde er in de laatste 500? Ja, weet je, het is eigenlijk al het hele toernooi dat je net niet de vinger erop kan leggen waarom het nou niet loopt. En dat is heel frustrerend, dat je gewoon niet goed weet waar het aan ligt. En je ziet het gebeuren in zo'n veld en je ziet dat je zelf alles geeft en dat je niet kan reageren. En dat gebeurde eigenlijk iedere race opnieuw en vandaag weer. Ja, dat is gewoon... Het is heel moeilijk te zeggen waar het aan ligt. We hebben het absoluut niet opgegeven. We hebben echt gesprint tot de laatste meters. We wilden echt die B-finale winnen. Maar ja, het loopt gewoon even niet. Het zit er gewoon niet in. En dan hou je dat ook in zo'n B-finale. Maaike, jullie roeiden wel 12 seconden sneller dan gisteren. Zijn dat omstandigheden of hebben jullie echt gewoon geknokt vandaag? Nou, ik denk dat we gisteren ook wel echt geknokt hebben. Maar volgens mij staat er vandaag ook veel minder wind dan gisteren. Want het gaat iedere middag weer wat harder waaien. En we waren nu weer wat vroeger. Dus ik denk dat het vooral omstandigheden eigenlijk. Dus nu met wel weer frisse moed na het WK? Ja, goed nadenken van waar kan het aan liggen? Wat kunnen we onszelf verwijten? Wat kunnen we anders doen? En de aanloop naar het EK is natuurlijk wel heel anders geweest dan dat die voor het WK gaat zijn. En het was ook eigenlijk de bedoeling dat we hier overheen zouden trainen. En dat is wel moeilijk om dan toch aan een toernooi mee te doen met de instelling dat je er overheen zou moeten trainen. En dat gaat op het WK zeker anders zijn. Dan hebben we lekker weer onze eigen vertrouwde boot en een goed trainingskamp vooraf. En we hebben zelf wel zoiets van, we hebben het gekund, we zijn het echt niet kwijt. We gaan er alles aan doen om gewoon op het WK weer te pieken.